Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag ga ik het met jullie hebben over voeding en calorieën. Hoe kan je nou zorgen dat je zeker in deze tijd dat je niet naar de sportschool kan en misschien wel veel minder sport, dat je toch niet aankomt? Er zijn een paar dingen belangrijk. Je hebt vast wel eens over calorieën gehoord en in de basis is het zo, de calorieën die erin gaan moet kleiner zijn dan calorieën die eruit gaan. Ja? Of calorieën uit moet groter zijn dan calorieën in. Dat is in de basis zo. Maar dan moet je wel eerst weten, hoeveel calorieën heb ik dan nodig op zo'n dag? Geen idee. Nou, dat kun je uitrekenen door bijvoorbeeld een formule te gebruiken, zoals de Harris en Benedict formule, die ik veel gebruik. Harris en Benedict. Harris en Benedict. Dat is gewoon een formule. Die houdt ook rekening met mannen en vrouwen. En die kun je gewoon op internet opzoeken. Dus ik ga ook niet de formule zelf niet opschrijven, maar er zijn allemaal calculatortjes die dat allemaal prima voor je uit kunnen rekenen. Dus ga je gewoon even naar internet. Op je telefoon of op de computer. En dan typ je in Harris en Benedict formule. En de eerste of de tweede, kijk gewoon even of daar een goede calculator in staat. Energieverbruik bij volwassen mannen, volwassen vrouwen. Die van Rosa en Schicksal. Dus moet je een beetje naar beneden scrollen. Energieverbruik bij volwassen mannen. Herziene versie en daaronder staat dan vrouwen. Nou, vul je gewicht in. In kilogrammen. Nou, ik weeg 74,5. Of die dat doet, weet ik niet helemaal. Mijn lengte is 181 centimeter. Oh, sorry, 1,81 meter. En leeftijd in jaren 45 bereken. Er komt uit bij mij 1699,59 calorieën per dag is BMR. En die is van belang. BMR. Basic Metabolism Rate of Basal Metabolism Rate. Dus je ruststofwisseling. Zit je de hele dag op de bank te Netflixen. Je doet verder helemaal niks. Je gaat niet eens naar de wc toe. Dan verbruik je dit aantal calorieën. Want je organen verbruiken, je ademhaling, je hart verbruikt energie, je spieren verbruiken energie, alles verbruikt energie. En dat is ongeveer dit getal. Maar goed, in het dagelijks leven beweeg je, je doet dingen, je doet het huishouden, je gaat stofzuigen, je gaat wandelen, je gaat een stukje fietsen, boodschappen doen, noem maar op. Dus je beweegt ook wat. Nou, dan staat er, als het goed is, onderin, hier toevallig niet, staan er activiteitsvariabelen. Activiteit. Ik kort het even zo hoor, variabelen. Ik kort het even af. En als je eigenlijk een zittend beroep hebt en je sport eigenlijk niet, zit je tussen 1,0 en 1,2. Kom ik zo op terug hoe dat precies werkt. Dus je kantoorbaan, je sport niet. Dus heb je een kantoorbaan en je sport wel, 3-4 keer in de week, 2-3-4 keer in de week, zit je tussen 1,2 en 1,4. Heb je een actief beroep, dus ben je veel aan het lopen, bijvoorbeeld in de zorg, noem maar op. Zit je tussen 1,4 en 1,7 ongeveer. Heb je nou een actief beroep en sport je ook nog 3-4 keer in de week, moet je denken tussen 1,6, er zit wat overlap in, en 1,9. Ben je topsporter, zit je tussen 1,8 en 2,1 ongeveer. Zo moet je dat ongeveer berekenen. Nou, ik heb een lopend beroep. Hè. Ik ben natuurlijk trainer en ik sport natuurlijk behoorlijk wat in de week. Dus ik ga even naar mijn rekenmachine. Calculator. Dan doe ik de BMR, die 7, zeg maar 1699, keer die activiteitsvariabele. Keer je activiteit die je dagelijks doet. Dus 1699,59 keer... Nou, ik zeg maar, ze hebben al 1,6 is keer 1,6 heb ik genomen, hè? Dus 1699,59 maal 1,6 is 27,
19. De komma achter de komma, dat maakt niet zoveel uit. Dus 2700 kun je ook afronden naar 2700. Of naar zelfs naar 2650 tot 2800. Daartussen moet je in ieder geval zitten. Calorieën. Per dag wat je binnen moet krijgen om te blijven en te zijn wie je bent. Met dit aantal calorieën, als het klopt, je moet het natuurlijk even testen. Met dit aantal calorieën ga je niet afvallen, ga je niet aankomen. Wil je nou afvallen, moet je hier dus onder gaan zitten, zoals ik hier al zei. Wil je aankomen, moet je erboven gaan zitten. Oké, nu je dit dan weet, hoe ga je dat nou regelen? Kijk, en dan komt er wat inspanning van jou bij kijken. Je moet het namelijk gaan bijhouden. Je hebt verschillende apps, bijvoorbeeld MyFitnessPal of andere soort apps waar je je voeding in kunt bijhouden. Dan weet je precies uiteindelijk hoeveel calorieën jij binnen gaat krijgen. Dus alles wat je eet, de broodje kaas, je volkoren snee brood, je misschien smeer er wat klein beetje boter op, wat voor kaas gebruik je, hoeveel weegt dat, hoeveel is dat. Dat moet je allemaal weten om hier inzicht in te krijgen. Dus wil je afvallen, zul je echt even je eten moeten bijhouden. Zeker een maand doen, minimaal een maand. En dan weet je precies hoeveel je binnenkrijgt, dan weet je ook hoe je kan sturen. Ja, want als je niet weet wat er inkomt en wat er uitgaat, weet je, kun je er ook niet op sturen. Dus met financiën net zo. Komt er een bepaald bedrag binnen, maar je weet niet wat. En je geeft een bepaald bedrag uit, je weet ook niet wat. Kom je misschien wel in de financiële problemen. Nou, hier kom je in de lichamelijke problemen, als je het niet bijhoudt. Oké, dan moet je hier eronder gaan zitten, of erboven. Maar hoeveel eronder moet je nou gaan zitten? Probeer eerst eens te kijken of je op die 2700, zeg maar, daar kan blijven zitten. En wat doet dat met je lijf? Hoe reageert je lijf als je dat aantal calorieën inneemt? Kom je aan, dan weet je dat dit te hoog is. Ja? Neem je de 2700 calorieën en val jij een kilo in de week af, dan weet je dat dit eigenlijk net wat te laag is. Want een kilo in de week is wel heel veel. Ja? Dus check dat even. Probeer dit gewoon. Kijk waar je zit. En kijk hoe je lichaam erop reageert. Is het niet het gewenste effect, ga je daarmee spelen. Dan ga je naar misschien wel 2650 of naar 2600 calorieën of 2550. En kijk hoe je lichaam daar na 1, 2 weken op reageert. En zo kun je ervoor zorgen dat je gewoon langzaam en goed gewicht kwijtraakt en dat het ook eraf blijft. Compleet anders dan een crashdieet natuurlijk. Daar ga ik het verder niet over hebben. En dit is eigenlijk dé manier om een gezond leefpatroon te creëren voor de rest van je leven. Ik hoop dat dit duidelijk is geweest. En mocht je nog vragen hebben, zet het hieronder in de comments. Dan probeer ik daarop te antwoorden. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de Gym Houten. Succes!